bij een nieuwe vlog. Zoals jullie kunnen zien staan de koeien nog binnen. We gaan ze zo naar buiten sturen. Maar voordat we dat gaan doen, zetten we 3 droge koeien apart. Deze 3 droge koeien die gaan met zwangerschapsverlof, dus die houden we binnen vandaag. Ja, dus dat doen we allemaal zonder antibiotica. Gelukkig. Hey, hop. Zo, daar zijn we weer. Nu de koeien buiten lopen, hebben wij binnen alle ruimte om de lichtbedden weer op te maken. Onze 2 zoons die zijn bezig om stro in de lichtbedden te gooien. Dus de koeien liggen er vanavond weer heerlijk bij. Zo, achter mij zijn Tim en Niels nog steeds bezig om de achterste lichtbedden te vullen. Oh, de andere kant zie je Dirk met de kraan. Die pakt de voorste lichtbedden. En zo zijn eigenlijk alle lichtbedden met een uurtje gevuld. We zijn met het hele gezin gezellig in de stal bezig. En de koeien liggen er vanavond echt lekker bij. Goedemiddag, ik lig hier nu even bij koe 4754. Die is zoals vanochtend al verteld, gaat ze vandaag met zwangerschapsverlof. Ze heeft het zelf niet zo in de gaten, behalve dan dat ze de laatste paar dagen al niet zoveel zin meer had om in de melkput te komen. Ze gaf ook nog maar 4 liter per dag. En dat zien we eigenlijk graag, want dat is ook wel een stukje bio natuurlijk. We gebruiken zo min mogelijk medicijnen. In het verleden werd er nog wel gehoofd met antibiotica om een koe met zwangerschapsverlof te krijgen. Om de droog te krijgen, om die melkstroom te stoppen. Wanneer je dat abrupt doet, dan wil dat nog wel eens ontsteking in het uier opleveren. Nou, gelukkig hebben we daar eigenlijk helemaal geen last van. Wij laten ze zelf eigenlijk bepalen wanneer ze met zwangerschapsverlof gaan. Het kan zijn 3 weken voor de uitgerekende datum of 6 weken voor de uitgerekende datum. Waarbij eigenlijk bepalend is dat ze minimaal onder de 10 liter per dag gezakt moeten zijn. Anders blijven ze gewoon stug doormelken. Nou, wanneer dat melk dus ver genoeg gedaald is, de melkgift, dan kan ze met zwangerschapsverlof. En dat gaat eigenlijk al jaren hartstikke goed. Ze drogen mooi op, zoals wij dat zeggen. De uiers trekken helemaal weg. En tegen de tijd dat het nieuwe kalfje zich aandient, dan loopt het uierweefsel weer vol met melk. En dan starten ze weer een nieuwe lactatie, zoals dat heet. Helemaal antibiotica vrij.